أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، my best brothers and sisters، als eerste السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم in رمضان. Dat is het onderwerp waar we vandaag inshallah ta'ala over gaan praten en een blik gaan gooien. Het doel is natuurlijk, zoals net ook werd gezegd, is om ons te ontwikkelen, dichter bij Allah te komen. En ook het allerbelangrijkste is, hoe kan ik mijn Ramadan goed even gebruiken. Dus de bedoeling is natuurlijk, hoe kan ik tijdens Ramadan goed mijn tijd gaan benutten. Wij weten allen het belang van Ramadan en hoe belangrijk Ramadan is. Ik ga daar niet te lang op in. Ik heb er vorige week nog een paar dagen geleden een lezing over gegeven, hoe belangrijk Ramadan is en het belang van Ramadan. Want het wat ook heel belangrijk is, wij moeten eerst toekennen, we moeten eerst weten wat Ramadan inhoudt. En daarna kunnen we Ramadan, of daardoor kunnen we daarna Ramadan goed gebruiken. Als je zelf niet beseft hoe belangrijk Ramadan is, als je zelf niet beseft wat Ramadan inhoudt, geloof me, je kan wel zeggen van Koran dit, Koran dat, dhikr, qiyamul layl en al die zaken. Maar als je de nut niet inziet, als je het belang van Ramadan niet inziet, jammer genoeg, dan ga je ook niet echt Ramadan kunnen gebruiken. Degene die Ramadan kende, wat deden ze tijdens Ramadan? Dan lieten ze alles los, maar dan ook letterlijk alles los. Imam Malik rahimahullah wordt overleverd dat idha dakhala Ramadan azala hilaq al-hadith وعزل أهل العلم وتفرغ لقراءة القرآن من المصحف. Er wordt overleverd dat Imam Malik rahimahullah, als Ramadan aanbreekt, Ramadan begint, dan laat hij letterlijk alles los. Alles los. En wat doet hij? Hij laat hadith los in de zin van hij geeft geen lessen meer in hadith. Hij gaat niet meer fiqh-lessen geven. Hij gaat zelfs niet met geleerden zitten. Hij neemt afstand van iedereen en alles. En hij duikt zich op Koran en leest Koran uit de mushaf. Waarom? Want hij en mensen zoals hij kennen en weten wat de waarde is van Ramadan. Mijn beste broeders en zusters, Ramadan is niet zoals elke dag. Is niet zoals elke maand. Bereid je op Ramadan, bereid je voor Ramadan, bereid je goed voor Ramadan, voordat Ramadan voorbij gaat en je hebt niks gedaan. Want wie zijn dagen voorbij laat gaan van Ramadan, zoals Sa'ir al-Ayyam, zoals de rest van de dagen, die heeft Ramadan verwaarloosd. En wie Ramadan heeft verwaarloosd, de hadith kennen jullie, dan heeft hij alles verloren.
dan heeft hij echt letterlijk alles verloren. Want Ramadan kan je of maken of breken. Ramadan kan je naar Jannah brengen. Ramadan kan je naar Jahannam, naar de hel brengen. Het is of-of. Het gevaar van Ramadan is, er is niet van middenweg. Nee, Ramadan is of je gebruikt Ramadan en je doet wat je hoort te doen tijdens Ramadan. En Allah gaat je vergeven. Allah gaat jouw ziel uit Jahannam vrijnemen. Utq min an-nar. En dan ben je de succesvolle. En dan ga jij naar het paradijs. Of, zoals in de hadith is. Men adraka Ramadan wa lim yughfar lah. Wie Ramadan meemaakt en Allah heeft hem niet vergeven. Na'udhu billah. Drie verschillende riwayat. Ab'adahu Allah. Mogen Allah hem ver doen. En als iemand ver wordt gezet door Allah, dat wil zeggen dat hij in Jahannam terecht komt. Of een andere riwaya, la'anahu Allah, mogen Allah hem vervloeken. En de andere is, fahuwa al-mahroom, hij is degene die alles heeft verloren. Alle drie ahadith duiden op één ding en dat is dat als iemand Ramadan meemaakt en hij heeft Ramadan niet goed gebruikt, zijn plek is in Jahannam. Behalve als hij natuurlijk tauba verricht, behalve als hij terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala en spijt toont en berouw verricht en toont. Dat is even in het kort Ramadan. Maar wat is dan de link tussen Ramadan en de Koran? Koran is het woord van Allah. Dat weten we allemaal. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En Koran is geen schepping, maar het is een eigenschap. Het is een van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En de Koran is geopenbaard middels Sayyidina Jibril alayhi salam naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Ramadan. Allah zegt, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan, waar de Koran in is geopenbaard. Onze geleerden zeggen, zoals overleverd is van Rasulullah sallam, dat de gehele Koran, is geopenbaard in Ramadan, in Laylat al-Qadr, van de Lawh al-Mahfuz. Lawh al-Mahfuz is de tablet, de beschermde tablet die bij Allah subhanahu wa ta'ala is. Van daaruit is die geopenbaard naar de eerste hemel. Naar de eerste hemel. En van de eerste hemel naar al-Bayt al-Ma'mur. En van daaruit is die geopenbaard naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Middels Jibril alayhi salam. Verdeeld over 23 jaar. En de eerste openbaring ook van de eerste hemel naar deze wereld heeft ook plaatsgevonden tijdens Ramadan. En in de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, subhanallah, Suhuf Ibrahim, de bladeren, het boek die Sayyidina Ibrahim heeft gekregen, die is geopenbaard naar Sayyidina Ibrahim aan het begin van Ramadan. De Torah die Sayyidina Musa heeft gekregen, alayhi salatu wassalam, is geopenbaard in de eerste 10 van Ramadan. Zabur in de eerste 15 dagen van Ramadan. Injil, Zabur, de psalmen van David, alayhi salam. Injil, de Nieuwe Testament, oftewel de Bijbel, naar Sayyidina Isa, is rond de 18e van Ramadan geopenbaard. En de Koran is de 24e van Ramadan geopenbaard naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En de hadith is authentiek, is sahih. Als we deze hadith pakken, zien we dat eigenlijk alle woorden van Allah
Want wij als moslims moeten geloven in alle boeken. Je kan geen moslim zijn als je niet in Suhuf Ibrahim gelooft. Of, en niet in de Torah, de Injil en de Zabur. Kan niet. Je bent pas moslim, je bent pas gelovig als je in alle boeken gelooft. En dat is bekend, alhamdulillah. Maar subhanallah, wat je nu ziet, dat de woorden van Allah en al deze, wat ik net noemde, alle boeken die geopenbaard zijn, naar welke profeet dan ook, boodschapper dan ook, zijn het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En die zijn allemaal in de Ramadan geopenbaard. En dus nu begrijp je, als ze zeggen Ramadan, shahrullah, Ramadan is het maand van Allah, Ramadan is de maand van het woord van Allah, dan is het niet alleen maar het woord van Allah in de zin van de Koran, maar in het woord van Allah, dat alle woorden van Allah die naar deze wereld zijn geopenbaard, hebben plaatsgevonden in Ramadan. Ramadan, dus en de Koran en het woord van Allah hebben een hele grote link met elkaar. Koran is natuurlijk het laatste woord van Allah subhanahu wa ta'ala die geopenbaard is, zoals ik zei, geopenbaard door middel van Jibril alayhi salatu wassalam. Ik wil niet te veel en te diep gaan op de Koran, wat is Koran, et cetera, maar ik moet wel natuurlijk even naar mij toe en naar jullie, even toch de waarde van de Koran een blik zetten, gooien, zeg ik het goed? Een blik werpen. Werpen, zetten, gooien, is allemaal hetzelfde. Werpen, een blik werpen op de Koran. We moeten wel natuurlijk de waarde van de Koran kennen, want dan pas ga je dingen beter kunnen begrijpen, denk ik, en hoop ik, inshallah ta'ala. Dus Koran, 1, het is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar boven dat, wat is het voor ons? Allah zegt in de Koran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ en zodoende. أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ hebben wij naar jou geopenbaard. Naar wie? Naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wat? Wat heeft hij geopenbaard? Ruh. Ruh. Wat is een ruh? Ziel. Allah noemt in deze aya, de Koran, de ziel. Degene die met de Koran is gekomen, hoe heet hij? Wat is zijn bijnaam? Zeg maar. Ruhun Amin. Nazala bihi ruhul Amin. Allah zegt in de Koran, nazala bihi ruhul Amin ala qalbika. Allah subhanahu wa ta'ala heeft Sayyidina Jibril alayhi salam ar-ruhu al-amin. En Jibril alayhi salam. Jibril. Wa ma adraka ma Jibril. In surat al-Takwir, surat al-Takwir, heeft Allah subhanahu wa ta'ala, toen hij ging praten over de Koran, en degene die hem heeft gehaald of gebracht naar Rasulullah sallam, over Jibril. Allah zegt, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawl. Deze boek, dit boek, of de Koran, oftewel de Koran, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, zijn geopenbaard door Allah subhanahu wa ta'ala middel een engel, niet zomaar een engel. Allah noemt hem, geeft hem hier in deze sura iets van 5 eigenschappen. Hij noemt hem boodschapper. Hij is rasool tussen Allah en Rasulullah. Fajibrilu alayhi salam huwa rasoolu Allahi ila rasulillahi. Hij is de boodschapper van Allah naar de boodschappers van Allah. Hij is de enige, hij is de,
Jibril alayhi salam, hij is de safir, hij is de ambassadeur van Allah subhanahu wa ta'ala, niemand anders. Innahu laqawlu rasulin karim, zid dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, dhi quwwa, ay sahib quwwa, hij is machtig, hij is sterk. Jibril alayhi salam, Allah noemt hem zo. Bimana sahib, de eigen, degene die macht en kracht heeft. Die quwwatin. En weet je de macht van Sidna Jibril alayhi salam? Rasulullah sallam beschrijft Jibril. Hij zegt, hij heeft 600 vleugels. Of vieren. Janah. Janah kan je vertalen door een veer en een vleugel. Eén van deze is genoeg om het hele heelal te bedekken. Hele heelal. En toen Allah subhanahu wa ta'ala de opdracht gaf aan Jibril. Ja Jibril, ga naar Lot alayhi salam, want zijn volk, die wil hem niet volgen, die willen niet luisteren. Faj'al aliyaha safilaha. Breng het omhoog. De hele stad, de hele volk. Het hele land als het ware. Breng het omhoog en draai het om. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam beschrijft hoe Jibril dat heeft gedaan. Qala fa'akhadaha ala tarafi janahi. Hij heeft het gepakt met de punt. Hij heeft niet zijn hele vleugel gebruikt. Hij heeft niet zijn hele macht gebruikt. Alleen maar de tip van zijn en de tip en de top van zijn vleugel. Het is gewoon echt zo'n, ja, hoe moet ik het, tip. De tip van de vleugel. Dat topje. Dat heeft hij gebruikt en heeft het omgedraaid. Dat is Jibril. Toen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aan het bidden was bij Kaaba. Abu Jahl la'natullahi alayhi. Rasulullah sallallahu alayhi had een gewoonte. Hij ging altijd bij de Kaaba bidden. Of ze nou hem slaan, of ze hem wegjagen. Of wat ze ook doen, hij ging sallallahu alayhi wa sallam bij de Kaaba bidden. Fajr, Dohr, Asr, Maghrib en Isha. Alle gebeden. En voordat deze vijf gebeden geopenbaard waren, ging hij, want voor ons baden ze in de ochtend en in de avond. En tussenin was vrijwillig. En Rasulullah sallam ging dat ook doen, toen. En hij ging ook Koran daar lezen, hardop. Mushriki Quraysh, de mushrikien van Mekka, de ongelovigen, vonden dat niet leuk. Want, wat gebeurt er? Mannen, vrouwen, kinderen, die gingen luisteren naar Rasulullah sallam. Wat hij zag, wat hij zei. En daarvan is het mooi. En de Koran, die heeft zo'n grote impact op een persoon. Koran, Allahu Akbar. Koran heeft zo, als je hem goed leest, heeft zo een impact, een effect op je hart. Het moet je raken. Subhanallah. Zelfs niet-moslims. Een niet-moslim, als hij de Koran hoort, dan weet je dat dit niet zomaar woorden zijn van iemand. En als je me niet gelooft, probeer het. Lees Koran bij jouw vrienden, familieleden, weet ik veel, die niet moslim zijn. En maar lees Koran, een surah, en lees op dezelfde toon iets Arabisch. Een verhaal. Gewoon een verhaal. Pak bijvoorbeeld Qasas al-Anbiya. Is makkelijk te lezen. Lees Arabisch en lees de Koran. Je gaat schrikken van zijn antwoord. Vraag hem, heb je een verschil gevoeld? Hij gaat zeggen ja. Als hij eerlijk is, hij moet wel eerlijk zijn natuurlijk. Als hij eerlijk is, hij gaat echt zeggen ja. Ik voel een, en deze ervaring zeg ik niet zomaar uit mijn bolle hoofd zoals ze zeggen. Is gebaseerd op ervaring.
je leest Koran en dan leest een verhaal, maar dan ook op dezelfde manier al hoe je de Koran hebt gelezen. En alsnog, subhanallah, voel je dat hij zegt, hey, nee, die eerste woorden die waren toch anders. Die hadden een andere impact op mij. Die tweede, dat was, ik weet het niet. En zo kom je erachter dat Koran toch een impact had. Dus Rasulullah sallam, waarbij Rasulullah sallam, die was Koran aan het lezen bij de Kaaba. Elke dag, dat was zijn gewoonte. Abu Jahl, la'natullahi alayhi. Abu Jahl, mocht Allah hem geven wat hij nodig heeft, en dat krijgt hij ook daar niet van, hij zal het ook krijgen, dat vreet in hem van, als hij ziet dat die mensen naar hem luisteren, en moslim worden uiteindelijk, daar kon hij niet tegen. Wat heeft hij gedaan? Een keer zei hij tegen de Quraysh, tegen de mensen, morgen als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam komt, en hij gaat hetzelfde doen, jullie gaan zien wat ik ga doen. Ik ga op zijn hoofd staan als hij in sujoed is. Quraysh hebben gezegd, je durft niet. Ik zeg, nou, daag me uit zoals ze zeggen. Jullie zullen zien. De volgende dag, Rasulullah weet van niks. Dus hij komt, hoe hij altijd komt, gewoonlijk. En hij gaat naar zijn plek. En zijn plek was altijd bij Hijr Ismail. Die muurtje, die kleine muurtje. Die kleine muurtje, dat is ook van de Kaaba. Dat heet Hijr Ismail al-Hatim. Daar ging Rasulullah meestal bidden. Abu Jahl wil komen. Want ja, hij heeft zijn woord gezegd. En Arabieren, als ze hun woord hebben gezegd, vroeger dan, ook okay, jullie lachen. Ja, maar was zo. Vroeger was, als hij een woord heeft gezegd, dan is het, is meer dan een contract. Een contract kan je scheuren, maar mijn woord niet. Ze waren echt mensen van, en nog steeds inshallah, mensen van hun woord. Dus hij zei, kijk maar, ik ga. Stapte een paar, hij deed een paar stappen naar voren. Wil je het hele verhaal? Het hele scenario, zeg maar het hele picture? Lees surat Iqra. Ra'ayta alladhi yanha abdan idha salla. Ra'ayta in kana ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ra'ayta in kadhaba wa tawalla. Heb je gezien degene die mijn dienaar tegen wil houden om niet te bidden? Heb je degene die oproept tot het slechte gezien? De leugenaar gezien? Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala allemaal over Abu Jahl zegt. Het einde van de surah van Iqra is geopenbaard in Abu Jahl. En Abu Jahl kwam dichterbij en hij schrok en sprong achteruit. Hij draaide niet om, hij sprong achteruit. Ik weet niet hoe dat hij heeft gedaan, maar hij sprong letterlijk, staat in de boeken. Fafazia, wawalla hariban. Hij schrok, hij sprong en hij vluchtte. Quraysh, die mensen die naar hem keken van, Abu Jahl, gaat het? Waarom? Wat is er? Hij zegt, ik weet het niet, maar ik zag iets voor mij. Het leken, het zijn groter dan kamelen. Waarom zegt hij kamelen? Want hij heeft nooit iets groter dan een kameel gezien. Arabieren kennen geen olifanten. Ze kennen alleen maar kamelen. Het grootste wat er is, wat zij kennen, is een kameel. Dus het enige wat hij kon beschrijven, hij zegt, ik zag gigantische iets. Het leek wel kamelen die mij probeerde te pakken. En als ik één stap naar voren deed, hadden ze mij te grazen genomen. Daarom schrok ik. En ben ik naar achteren gegaan. Hij zegt, sorry, ik ga nooit meer. En dat is in de hadith Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, die kwam en zat tussen Rasulullah sallam en Abu Jahl. En hij zei, ja Mohammed, salli. Allah zegt ook, fasalli li rabbika wan
Wanhar in de andere aya, in surat Na'tena Kalkauthar, en in die surah, رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ويت هاي نيدات الله سبحانه وتعالى همزيت ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي أوفي أس هاي نيد أبهوت مت داتخين وات هاي عانت دون إس أن وات هاي ويل دون أن دات إس ستامبن أوب رسول الله مت سين هوفت أن رسول الله مت تيغهاودن لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. We zullen hem pakken bij zijn voorhoofd. Jibril zal zijn voorhoofd gewoon eruit trekken. لنصفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. En wat voor een voorhoofd. Het is een voorhoofd vol leugens. Voorhoofd in de zin van, daar zitten de hersenen. Vol leugens. Het is gewoon een top leugenaar. كاذبة خاطئة. En die vol fouten zit, laat hem en roep jouw vrienden. Want hij zei ook, ik ga mijn vrienden roepen. Zeg, roep je vrienden, yalla. Abu Jahl, jij wilt tegen Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Jij wilt tegen de Koran zijn. Met jou en jouw vrienden, roep je vrienden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen Rasul Salama, zeg tegen hem, een nadi is een buurthuis waar ze allemaal zitten, zeg maar. En hij zegt, jouw vriendenkring, roep jouw vriendenkring. Weet je, als je ruzie hebt, wat doe je dan? Ga je vrienden bijroepen. Nou, ik ga mijn vrienden roepen. En dan bel je iedereen, komt niemand. Sorry? Daarom laten ze in de steek. Dus ze... Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَلْيَدْعُوا نَادِيَ laat hem roepen, laat hem zijn vrienden roepen. En wat gaat Allah doen? Wat moet Rasulullah sallam doen? فَلْيَدْعُوا نَادِيَ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَ Als hij zijn vriendenkring gaat roepen, Mohammed, ja Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wij gaan voor jou specifieke engelen roepen. Weet je wat voor engelen? Zabaniën. Weet je wie Zabaniën zijn? Dat zijn degenen die Jahannam bewaken. Niet zomaar engelen. Engelen die Jahannam bewaken. Weet je hoe groot die zijn? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, één hoektand van één van hen is even groot als Jabal Uhud. En Jabal Uhud, de berg Uhud, is 7 kilometer lang en 600 en nog wat hoog. Dat is maar één tand, hè? Dat is de hoektand. En we laten staan nog de kiezen. Hoe groot die zijn. Dus als men zegt, tussen hun, Shahamat al-Udun, de oorlel, tussen de oorlel en zijn schouder, Mesafet 500 sana is een afstand van 500 jaar. En niet kilometer, 500 jaar. Abu Jahl, jij wil jouw vrienden roepen? Roep, kom. Wij gaan Zabania, wij gaan deze engelen erbij halen. فَلَدْعُوا نَادِيَا سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَا كَلَّا لَا تُطِعْهُ Allah zegt tegen hem, كَلَّا En nee, la tuti'hu, luister niet naar hem, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft hem niet te gehoorzamen. Kalla la tuti'hu, wasjud, waqtarib, verricht nog meer sajda, nog meer gebed en kom nog dichterbij mij. Dat is dhu-quwa, waarbij Jibril alayhi salam, dhu-quwa. Allah heeft hem beschreven als dhu-quwatin. Inda dil arshi kareem. Hij is ook heel dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. De dichtste engel die bij Allah subhanahu wa ta'ala is Jibril alayhi salam. Jibril, die is de dichtste bij Allah van alle engelen. Geen engel kan komen waar Jibril alayhi salam terecht komt. Hij is ook de leider van alle engelen. Jibril komt, zoals ik zei, op een plek waar niemand komt.
Maar er is iemand. Er is één persoon die verder komt dan Jibril. Wie? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, weet je nog? Isra ul Mi'raj is pas geweest. Rasulullah en Jibril zijn samengegaan tijdens de hemelvaart. Mi'raj bij Sidrat al-Muntaha. Een plek bij een zo'n boom. Jibril alayhi salam zegt, ja Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het is leuk en aardig, maar tot hier. Verder, ik kan je niet meer gezelschap geven. Sorry, ik kan niet meer. Sallam zei, ja Jibril, aha, huna yatrukul habibu habiba. Is dit het moment dat een geliefde zijn geliefde loslaat? We hebben de hele trip samen gedaan, de hele reis samen en nu ga je mij alleen laten? Toen zei Jibril alayhi salam tegen Rasulullah sallam. Ja Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als ik één stap vooruit doe. Ihtarakt. Ik zou verbranden. Ik mag niet. Dit is de rode draad tot hier en niet meer. Ga verder alleen. En toen is Rasulullah sallam verder gegaan. Jibril alayhi salam dus is heel dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dhu quwwatin 'inda dhil 'arshi makinin muta'in thamma. Makin bij ma'na al-makan. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala muta'in thamma. Jibril alayhi salam muta' in de zin van gehoorzaamd. Gehoorzamend is hij. Waar? Thamma, daar, bij de engelen. Elke engel gehoorzaamt Jibril alayhi salam. Hij is de baas over de engelen. Hij is de leider in de hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als Allah van iemand houdt, dan roept hij Jibril. Jibril, kom eens. Dan zegt hij tegen Jibril, ja Jibril. Inni uhibbu fulanen fa'ahibbe. O Jibril, ik hou van die en die persoon. Jij moet van hem houden. Dan gaat Jibril van hem houden. Dan doet Jibril een oproep in de mens, in de engelen. O engelen van Allah, waar jullie ook zijn. Allah houdt van die persoon, houdt van hem. Gaan ze allemaal van hem houden. En daarna wordt hij geaccepteerd. Er is een groot verschil tussen houden en geaccepteerd zijn. Hij wordt geaccepteerd op de aarde door moslims, niet-moslims, vijanden, wie dan ook. Kijk maar naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iedereen zal van hem, zal hem accepteren. Omgekeerd, als Allah van iemand niet houdt, de hadith, als Allah van iemand niet houdt, dan roept hij Jibril, ja Jibril, ik hou niet van die persoon, ik mag die persoon niet, jij mag hem ook niet mogen. Dan Jibril alayhi salam gaat hem niet mogen. En daarna, Jibril alayhi salam doet oproep in engelen. O engelen van Allah, Allah mag die persoon, jullie mogen hem ook niet mogen. En mogen zij hem ook niet. En dan wordt voor hem op de aarde, sallallahu lutfu al-afiya, een soort haat gezaaid dat niemand die persoon mag. Hoe goed ook die doet. Hij geeft geld uit, hij kan van alles. Leuk en aardig, maar hij komt niet bij mensen in hun hart binnen. Waar het mij om gaat hier is, muta'in thamma. Hij is gehoorzaamd, hij wordt gehoorzaamd daarbij de engelen, Jibril alayhi salam. Amin, thamma amin. Hij is heel, heel, heel betrouwbaar. Dit is Jibril alayhi salam. Hij is de roeh. En hij is met de roh gekomen, want we hebben gezegd, Koran is, onze ziel is de roh. En onze probleem is, in deze tijd, en ik blijf het zeggen, onze tijd, onze probleem in deze tijd is dat onze roh zwak is. Onze ziel, de echte ziel, is zwak. En wat is onze ziel? De Koran.
Zolang wij ons niet bezighouden met de Koran, zolang wij niet ons bezighouden met het leren van de Koran, doseren van de Koran, lezen van de Koran, reciteren van de Koran, begrijpen van de Koran, bezighouden met de Koran, praktiseren van de Koran, zolang wij dat niet doen, hebben wij een probleem, zijn wij zwak. Zonder Koran zijn wij niks. Zonder Koran zijn wij niks, niks. Niks waard. Je kan wel zeggen, ik ben moslim, maar als jij de Koran niet in je leven hebt, heb je niks. Ik geef jullie een voorbeeld. Een leeuw. We zijn in Rotterdam. We hebben hier een dierentuin. Als we nu hier een leeuw zouden hebben, een grote standbeeld van een leeuw, zou iemand van ons bang zijn? Ik denk het niet. Ik denk het niet, hoop ik ook niet. Kinderen zullen gaan spelen, die gaan erop zitten, die gaan er een foto mee nemen, die gaan er van alles aan gaan trekken aan zijn haren, zijn oren, zijn poten. Het is een foto, het is een standbeeld. Het is een foto of een standbeeld. Maakt niks uit. Waarom niet? Er zit geen roer, er zit geen ziel in. Toch? Er zit geen ziel in. Het is wel een grote standbeeld. En het is een leeuw. Maar omdat er geen ziel in zit, niemand die daar bang van gaat worden. Maar... Hoe heet zo'n puppy van een leeuw? Kleine leeuw? Welp. Een welp. Niet eens een grote leeuw. Als nu een welp binnenkomt, wat gaat er gebeuren? En hij doet zo'n geluid. Geloof me, ik ben de eerste die deze raam deze raam springt. Ik kan niks zeggen van nee, stop maar alstublieft. Of... Gaat niet helpen. Maar waarom zullen we allemaal van een wilde leeuw wegrennen? En niet eens een leeuw, een welp. Want we weten wat die kan betekenen. En er zit roeh in. Hij heeft zijn ziel. Er zit ziel in hem. Hij is levendig. Onze leven, beste broeders en zusters, onze leven. Om ons levendig te houden, echt te leven. Ik heb het niet over leven dat jij loopt. En dat jij eet en drinkt, dat is geen leven. Dat is geen leven. Je gaat me misschien voor gek verklaren, maar dat is echt zo. Niet iedereen die loopt en drinkt en slaapt en werkt en geld heeft, is in het leven. Rasulullah heeft gezegd, heel duidelijk. Alladhi, mathalu alladhi yadhkuru rabbah, walladhi la yadhkuru. Degene die Allah gedenkt, of het nou dhikr is of Koran is, Allah, aan Allah denkt gedurend. En iemand die niet aan Allah denkt en gedenkt, die Allah niet gedenkt, deze methalul, het voorbeeld, Rasulullah geeft een voorbeeld tussen deze twee. Qala methalul hayyi wal mayyit. Ze zijn het, eentje is levendig, diegene Allah, die aan Allah denkt, constant de dhikr van Allah neemt, Koran leest, die is levendig. En die andere is als een dode. Is als een larhmo. Daar kun je al janaza over bidden, zeg maar. Dat, waarom? Want het leven is niet afhankelijk van eten en drinken. Het leven is afhankelijk van onze harten. Hoe levendig is jouw hart? Hoe levendig is jouw iman? En dat kan alleen door middel van Koran. Sahaba radwanullahi alayhim. Vrome mensen voor ons. Die echt zich bezig hielden met de Koran, vast hielden aan de Koran, die waren levendig. Die waren levendig. Subhanallah, ik kijk naar de tijd. Tijd is te kort om alle verhalen te noemen over de Sahaba, hoe zij met de Koran omgingen en hoe Koran in hun leven was. En waardoor? Waardoor ze in het leven waren en waardoor. Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu anhu wa arda. Is in Medina. De Joden in Palestijn. In Palestijn. Horen van hem.
dat hij gaat komen. Voordat hij aankwam, hadden ze al overgegeven. Sorry, met deze mensen kun je niet spelen. Yes, willen jullie Beit al-Maqdis? Alsjeblieft. Ze waren zo levendig. Dat is al een keer met een verhaal. Zo levendig dat ze zelfs tegen rivieren spraken. Ze praten met de rivier. En de rivier luistert. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Of een van de sahaba. Zo'n leeuw. Die kwam af op de sahaba. Hij zegt, oh, stop, stop. Waar ga je naartoe? Jij leeuw, ik leeuw. Waar ga je naartoe? Ga terug. Je hebt geen tijd, je hebt hier dingen. Dit zijn de sahaba van Rasulullah sallam. Wij hebben een plicht die wij moeten doen. Draai om. Go. En ja hoor, de leeuw had honger. Die draait om en die gaat weg. Sa'id ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu. Ze hebben, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, heeft een hond voor 3 dagen honger gehouden. 3 dagen. 3 dagen. En je weet, een wilde hond, als die geen honger heeft, dan eet hij alles. Heeft hem 3 dagen honger doen lijden. Daarna heeft hij tegen zijn mensen gezegd, tegen zijn leger of de bewakers, neem deze hond en zet hem bij Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Jubair, afwan, bij Sa'id ibn al-Jubair in zijn cel. Sa'id ibn al-Jubair, die was bezig met de Koran lezen. Die was bezig met zijn Koran, bezig met Allah subhanahu wa ta'ala. Boeit hem niet wat in deze wereld gebeurt. Ze zetten die hond bij hem. En wat doet de hond? Die gaat op zijn poten liggen, alsof het een poes is. En Sa'id die blijft verder bidden. Hajjaj zegt, hebben jullie iets verkeerd gedaan of is het niet dezelfde hond? Ga kijken. Komen zij dicht bij de cel, springt hij op hun, hij wil ze opeten. Hij wil ze opeten. Gaan ze weg? Alsof Sa'id niet er is, alsof die man niet bestaat voor hem. De overleveraar, hij zegt, het leek alsof hij hem bewaakte. Het leek alsof hij hem bewaakte. Waarom? Deze mannen, of deze mensen, waren bezig met de Koran. Ze waren levendig, constant met Koran. Ze waren constant met Koran bezig. En omdat zij Koran beschermden, omdat zij Koran hoogachten, Allah beschermde hen. Over de rivier, jullie weten welke verhaal, naar welke verhaal ik refereer of niet? De Nijl in Egypte. Ik krijg er kippenvel van, echt. Omar ibn al-Ghattab. Amr ibn al-Aas is in Egypte. En Egyptenaren, de Nijl, die hebben een hele aparte, die hadden een hele aparte gewoonte. De Nijl, 1 keer per jaar, er was iets en dan komt er een vloed. Wat doen zij? Pakken zij de mooiste meisje, ongetrouwd. En die gooien ze in de Nijl. En dan gaat de Nijl naar beneden. Dan gaat het over. Snoen, oelallah, wat daar allemaal afspeelde. Toen de moslims daar aankwamen, is het gebeurd. Ze hebben tegen Abdullah tegen Amr ibn al-As gezegd. Wij moeten dit doen. Anders, Safi, de hele dorp omheen, de hele stad. Misr is... Cairo. Hele Cairo gaat onder water. Hij zegt, wacht even. Dit is niet iets normaals. Ik ga hier contact opnemen met Emir al-Mu'minin. Nog even niks doen. Wat vrouw, een jonge meisje daarin gooien? Never and ever. Omar ibn al-Ghattab pakt zijn pen en hij kon schrijven zelf en lezen. Hij pakt zijn pen en papier als het ware, niet papier, maar waar hij op schreef.
قال بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. This is a brief. من أمير المؤمنين فان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب نار دناو فان إيجيبت. السلام عليكم ورحمة الله. Als jij daar kunt تجري بأمرك فلا أجراك الله. Als jij vanuit jezelf stroomt, mogen Allah jou niet doen stromen. وإذا كنت تجري بأمر من الله فجري كما أمرك الله. En als jij stroomt in de opdracht van Allah, door middel van Allah, stroom, blijf doorstromen, doorgaan, hoe Allah dat wilt. Hij zei tegen zijn persoon, die rasool, zeg maar, die boodschapper, postbode, hij zegt, pak deze brief en geef het tegen Amr ibn al-As en hij moet het gooien in de Nijl. Zo gezegd, zo gedaan. En Nijl, die begon al, zeg maar, omhoog te komen. Ze pakken de brief, gooien het in de Nijl en de Nijl gaat heel rustig. Sindsdien, tot de dag van vandaag, nooit is er iets gebeurd. Ze hadden de Koran in hun. Door middel van Koran konden ze praten met alles. Door middel van Koran hebben ze over water kunnen lopen. Koran, mijn beste broeders en zusters. La tanqadi ajaibu. Het zijn wonderen van de Koran, houden niet op. Echt, wij kennen de Koran niet. Jammer genoeg. Wallah, wij kennen de Koran niet. Ik zeg, wallah. Echt, wij kennen de Koran niet. Wij weten niet de waarde van de Koran. Al de grootste wonder van Rasulullah sallam. De grootste wonder die ooit de mensheid heeft gekend. Weet je dat Koran, dat is een wonder die groter is dan zelfs mensen tot leven brengen. Sidna Isa alayhi salam had een wonder. En dat is mensen tot leven brengen. Of doden tot leven brengen, niet mensen. Leven, doden tot leven brengen. Musa alayhi salam, die sprak Allah subhanahu wa ta'ala rechtstreeks aan. Rasulullah s.a.w. kreeg de Koran. En Koran is de grootste wonder van Rasulullah s.a.w. en van de gehele umma, van de gehele mensheid. En weet je wat het mooiste is aan de Koran ook? Allah is voor iedereen, toch? Alhamdulillah zid. Alhamdulillah rabbil alameen. Koran is voor iedereen. En Rasulullah s.a.w. is voor iedereen. Iedereen. Allah lil alamin. Al-Quran lil alamin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Allah zegt in de Quran. Tegen iedereen. Tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag. En ik daag welke grote Arabist dan ook. Of die nou Arabier zelf is of niet. Allah zegt tegen hen, fa'tu bimithli, breng iets zoals Koran. Maak het op. Iets zoals Koran, maak het op. Breng het. Kunnen ze niet. 60 hizb, 30 juzen, onmogelijk. Allah zegt, is geen probleem. Jullie zijn te zwak. Fa'tu bi'asharin min mithli. Fa'tu bi'ashri suwarin min mithli. Kom met 10 soorten zoals de Koran. 10. Alam tara, li'ila, أرأيت إن أعطينا قل يا أيها الكافرون فإن ألم ترى توت الناس عن 10 سورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هو في آية سين دار 3 is één regel. Kom alsjeblieft met één regel die op Koran lijkt. Ik zeg niet. Allah zegt Allah. فأتوا بعشر سور من مثله. Kunnen ze niet. 10 سور is te veel. Allah zegt, het is geen probleem. 10 hoofdstukken schrijven zoals Koran is te veel voor jullie. Kunnen jullie niet? Fa'tu bi suratin min mithli. Kom met 1 hoofdstuk. Kom met zoiets als 1 hoofdstuk. Als inna atayna kal kawthar. Wal asri. Inna al insana lafi khusr.
illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Zo'n klein hoofdstuk, alstublieft, kom met iets zo als de Koran. Zullen ze kunnen? Nooit. Tot de dag des oordeels. Dit blijft. Deze challenge. Hoe zeg je challenge? Uitdaging. Deze challenge, deze uitdaging, die zal blijven tot de dag van de laatste dag, tot de einde van de wereld. Kom. Er was ooit iemand die probeerde de Koran na te maken. Musayl met al-Kadhab. En hij begon te denken toen. Hij komt oorspronkelijk uit Jemen. En Jemen kende kamelen. Olifanten. Faqal. الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. Waar slaat het op? فيل وما أدراك ما الفيل. Een olifant. Oh, wat een olifant. En die heeft een lange slurf. En hij denkt, ik maak ook Koran. Shukran, jazakallahu khair. Waar is de balagha? Waar is de bayan? Waar? Weet je, Koran, echt. Laat dan qadi ajaibu. Als je in de Koran duikt, geloof me. Subhanallah. De wonderen van de Koran. Van elke kant. Van welke hoek je het ook bekijkt. Subhanallah. Het enige wat je kan zeggen is subhanallah. En nog meer van de Koran houden. En nog meer Koran lezen. Koran is een wonder. Koran is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Koran is onze ziel van de mens. Alleen. Als wij de Koran niet goed gebruiken. Hebben wij persoonlijk een grote probleem. Of die persoon die heeft dan een hele grote probleem met Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons deze moment gegeven. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons deze maand van de Koran gegeven eigenlijk één keer per jaar om onze eed af te leggen of te vernieuwen met de Koran. Die verbintenis met de Koran om die nog een keer te vernieuwen. Elke jaar Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou een kans om jouw verbintenis met de Koran te vernieuwen. Maar je moet wel natuurlijk willen. Daarom is het heel belangrijk, mijn beste broeders en zusters, om tijdens Ramadan veel Koran te lezen. Probeer zoveel mogelijk Koran te lezen. Geef aandacht aan Koran. En heel eerlijk, ik heb mashallah gezien in sommige islamitische landen, dan zie je tijdens Ramadan iedereen gaat af op de Koran. De taxichauffeurs, als hij stopt en hij moet wachten, heeft hij zijn mushaf, pakt hij zijn Koran. Winkeliers, man of vrouw, de winkeliers, geen klant, pakt zijn Koran. Er heerst een sfeer van Koran. Mijn advies, nee, het is geen advies, het is een opdracht. Take it or leave it. Je moet. Ja, je moet. Jij ook, jij. Die daar kijkt, meekijkt. Thuis. Ik heb het over mensen van thuis. Die mensen van die thuis zitten mee te kijken. Jij ook. Het is ook een opdracht naar iedereen toe. En zeg het. Ik boeit mij niet. Sheikh Saeed heeft ons een opdracht gegeven. Ja, het is een opdracht. Take it or leave it. Het is in jouw beste wil, ik wil het beste voor jou. Dat wij dit jaar, Ramadan, echt de maand van Koran gaan maken. We gaan er een maand van Koran van maken. Zit je op de trein, richting je werk of school, pak je mushaf. Het boeit je niet wie er is, pak je mushaf en open het. Alhamdulillah, je hebt nu telefoons ook met mushaf. Op school, pauze, je moet toch niet eten. Waarom moet ik met mensen gaan praten? Je hoeft toch niet te eten. Op school, tijdens je pauze, pak je mushaf. Als je vriend of vriendin naar jou komt, niet moslim, wat ben je aan het doen?
Sorry, ik ben even Koran aan het lezen, want dit is maand van Koran. Oh, wat is Koran? Inshallah, na Ramadan ga ik jou vertellen wat de Koran is. Nu? Wallahi, ik zeg wallah, als men ziet hoe jij bezig bent met de Koran en je sluit je af, dan gaat hij denken, wauw, wat is dit? Hij gaat dan zoeken. Hij gaat op zoek. Hij of zij gaat op zoek. En wie weet, Allah subhanahu wa ta'ala gaat hem leiden alleen maar door dat. Hoe mooi en leuk zou dat zijn als jij op een schoplijn bent of in de kantine. En ik weet, elke universiteit, elke voortgezet onderwijs telt honderden, tientallen moslims. En elke moslim in zijn hoek heeft is bezig met de Koran. Hoe zal dat eruit zien? Prachtig! Wat een zicht! Wat mooi! Op de trein, in een wagon. Daar is Koran, hier is Koran, daar is Koran, daar is Koran. Overal Koran. Wilders gaat helemaal gek worden. En dan gaat hij zeggen, subhanallah, deze mensen houden echt van Koran. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Maar ga je ook naar mijn paradijs, inshallah. Wij willen paradijs voor iedereen. Wij willen het goede voor iedereen. Dus maak er alstublieft, zoals ik zei, maand van Koran van. Lees Koran. Leer Koran te lezen en lees Koran. Luister. Als je niet goed kan lezen. Als je niet goed kan lezen. Pak mushaf op je telefoon. Je hebt je oordopjes in. Of wat je ook hebt. Je luistert, lees mee. Er zijn ook nu recitaties. Heel rustig. Heel rustig meelezen. Kan je mee? Volg mee. Je luistert en je volgt mee. Als jij Koran leest, voor elke letter die je leest, weet je wat je krijgt? 10 hasanat. Rasulullah zegt in een hadith die Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud heeft overleverd. Men qara'a harfan min kitabillah, falahu hasana. Wie één letter van de Koran leest, heeft één hasana. La aqulu alif lam mim harf. Ik zeg niet dat alif lam mim één letter is, maar alif is een letter. Lam is een letter en mim is een letter. Alleen maar alif, lam, mim zeggen. Hoeveel hasanat heb je er? 30 hasanat. Laat staan als je. Bismillahirrahmanirrahim. 19 letters, 190 hasanat. Gelijk binnen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tel maar hoeveel letters. Rasafi, dat is pas echt business. Geld, hasanat. Niet geld van deze dunia. Hasanat is het geld van Akhira. Die blijven maar binnenstromen. Die blijven maar binnenkomen. Mensen die de waarde kennen van Koran. Tijdens Ramadan. Ze wisten hoe belangrijk Koran is in de Ramadan. Allah wil dat wij Koran lezen tijdens Ramadan. En daarom. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wat deed hij tijdens Ramadan? Koran lezen met Jibril. Jibril kwam en Rasulullah sallam liet horen aan Jibril. En dat deed hij één keer per het hele Ramadan, las hij de hele Koran uit. Maar de laatste maand heeft hij de Koran twee keer uitgelezen. Er waren sahaba, vrome mensen, die lazen Koran, minimaal hè. Dit is het laagste niveau die ze hadden. Het laagste. Drie keer in de maand Ramadan de Koran uitlezen. Elke 10 dagen. Dit is het laagste. Als jullie daar al over wou zeggen. Luister naar dit. Dit zijn de laagste. Dit zijn de losers. Zoals ons. Ze zijn geen losers. Maar ik bedoel van. Weet je. De laagste niveau. Nog een niveau hoger. Elke 7 dagen. Dus 4 keer per. De Koran 4 keer per maand in de Ramadan. Een stapje hoger. Elke 3 dagen. 10 keer in de Ramadan. Stapje hoger. 3 keer. Elke 3 dagen. Maar de laatste dagen. Laatste 10 dagen. 1 keer elke nacht. Hoger, hoger dan dit, elke dag. Abu Hanifa rahimahullah is overleverd met een
authentiek keten dat hij elke Ramadan de Koran elke dag uitlas. Als je daarvan schrikt, kijk wat Shafi'i rahimahullah deed. Imam Shafi'i rahimahullah las de Koran uit elke dag 2 keer. En dat allemaal in gebed. Ook nog. En dat allemaal nog in gebed. Want om Koran uit te lezen, ik praat uit ervaring, alhamdulillah, tussen de 8 en de 9 uurtjes heb je nodig. We hebben 24 uur. Dus dat imam Shafi'i 2 keer de Koran uitlas, hij deed er, laten we zeggen, 18, 19 uur over. En in de andere 5 uurtjes, daar ging hij slapen, ging hij eten, ging hij alles doen. Zij sliepen in Ramadan. Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sliep in de Ramadan tussen de Doha en Dohr in. Dat is haar slaap. En voor de rest was aan de Koran. Abu Hanifa sliep na Dohr net voor Asr. En dat is ongeveer in die tijden, je moet niet in de zomer kijken. En gewoon niet in december, in Mekka en Medina, waar de evenaar is, waar de tijden altijd gelijk blijven het hele jaar door. Dat is ongeveer 2 uurtjes. 2,5 uur tussen. Dus hij sliep ongeveer 1,5 uur tot 2 max. De hele dag. Wij gebruiken Ramadan om te slapen. En te eten. En te shoppen. Ah, werken doen we ook niet in Ramadan, jammer genoeg. In Ramadan, in plaats dat wij tijd geven aan onze Koran, dat wij tijd geven aan onze gebeden, Tarawih. Hoe belangrijk is Tarawih tijdens Ramadan? Probeer op zijn minst, en dat vind ik ook weer zo'n punt. En ik zeg het gewoon heel eerlijk. Dat er sommige mensen. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Die zich tot kennis doen behoren. En zeggen dat zij geleerden zijn. En dan geven ze fatwa van. Je hoeft geen Koran uit te lezen. Of geen tarawih te lezen. Gewoon 2 rakaat, 4 rakaat. En laat de mensen naar huis gaan. Van waar heb je het gehaald? Wie moe is, gaat naar huis. Laat de tarawih 20 rakaat zijn. Zoals het hoort. Tarawih is geen 8 rakaat. Tarawih is 20 rakaat. Dat is de madhhab van Abu Hanifa. De madhhab van imam Malik. De madhhab van imam Shafi'i. En de madhhab van imam Ahmed. En alhamdulillah. Vanaf dag 1. Vanaf het moment van Sayyidina Omar. Radiyallahu anhu wa arda. Tot de dag van vandaag. Mekka en Medina. Bidden nog steeds 20 rakaat. Ze hebben geprobeerd om dat ook te veranderen. Het is hun niet gelukt. Bid 20 rakaat. Doe ghatm van de Koran. Minimaal 1 keer. Wie wil meebidden, tabarakallah. Wie naar huis wil, die kan gaan rusten. Diegene die werkt, diegene die naar school gaat. Waarom moeten mensen die niet werken, mensen die oud zijn, die mensen met pensioen, lijden onder? Wie niet kan, die gaat naar huis. Maar wie wel kan, die kan gewoon blijven. Zaterdag een vrijdag op zaterdag. Zaterdag op zondag. Vrije dagen. Bid extra. Probleem van ons. Wij gebruiken Ramadan niet. Jawel. We gebruiken het voor eten. Shbekia, baklava. Stokbrood is altijd op. Bladerdeeg. Ja, bladerdeeg. Mensen zijn nu al aan het kopen voor bladerdeeg. Voordat hij opraakt. Ja Allah. Ja Allah. Lumpia felle. Waar zijn we mee bezig? Praat niet over hot wings en drumsticks en kipfilet. Dados. Is dat Ramadan? Is dat een maand waar jouw leven van afhankelijk is? Ga je daarmee om, zo mee om? Het hoort eigenlijk, ik zeg hoort, in Ramadan dat wij eigenlijk minder
eten. Ik begrijp niet hoe mensen kunnen uitslapen in Ramadan. Ik begrijp niet hoe mensen in Ramadan kunnen bijkomen. Ik zeg altijd, als jij geen vallen hebt in Ramadan, dan wil zeggen dat je Ramadan niet goed hebt gebruikt. Dan is er iets mis. Dan heb je Ramadan niet goed gebruikt. En Ramadan is één maand. Het is maar een maand. Inshallah ta'ala na 5 of 6 juni. Inshallah gaat de zomerslaap in. Niet winterslaap, gaat de zomerslaap in. En slaap tot volgend jaar Ramadan. Weet je, slapen na Ramadan. Ik heb al een keer eerder gezegd, vorig jaar ook. Wat als nu een baas komt, een bedrijf, eigenaar van een bedrijf, die zegt, luister jongens, voor elke uur die jij doorbrengt, krijg je zoveel. 100 euro per uur. En je mag werken hoe hard je maar wilt. Als je maar die tijd vervult. Ga je 8 uurtjes werken en daarna naar huis willen? Eerlijk, hoeveel uurtjes ga je werken? 2. Lunch. Lunch ga je tussendoor doen. Astaghfirullah, gebed. Later inshallah, na die maand gaan we bidden, gaan we toben verrichten. Want ik moet nu geld verdienen. Dat is maar, ik probeer iets duidelijk te maken. Ramadan, wij moeten bezig zijn met de Koran. Wij moeten bezig zijn met geld verdienen van akhira hasanat. Wij moeten dichter bij Allah komen tijdens Ramadan. Daarom is het heel belangrijk, mijn beste broeders en zusters, om tijdens Ramadan, nu al, beluister de lezingen als je wilt, van donderdag, irhamukillah. Donderdag, de lezing van donderdag ging, hoe moeten we ons voorbereiden? Ik heb daar heel uitgebreid over gepraat. Die kun je terug zien. Hoe moet je voorbereiden op Ramadan, zodat je goed voorbereid bent op Ramadan en de laatste 10 dagen, voor de broeders en de zusters, probeer, voor de moslims, i'tikaf. Neem vrij, probeer, hoe je het ook wil doen, probeer die laatste 10 dagen door te brengen in een moskee. Als je geen moskee in je omgeving hebt die mogelijkheid biedt, dan ben je van harte welkom bij ons in Lochem. Er is een plek voor de zusters, er is een plek voor de broeders. Ik persoonlijk, inshallah ta'ala, vanaf de 19e trek me in en ik ga i'tikaf doen. Wil je i'tikaf doen? Je bent van harte welkom. We hebben een hele programma. Meld je aan via info@alislah.nl of activiteiten@alislah.nl. Dan kun je inshallah ta'ala komen. Alleen het enige wat jij moet meebrengen is een deken, jouw slaapspullen. Eten zelfs, alles wordt voor je gezorgd, inshallah ta'ala. Wij willen deze sunnah tot leven brengen. Ken je niet 10 dagen? Kom voor 9 dagen. Ken je niet 9? 8. Ken je niet 8? 7. Inshallah 1 dag. Kom voor 1 dag. Kom voor Laylatul Qadr. Want in dit laatste 10 is Laylatul Qadr. Als je die niet meemaakt, heb je een heel groot probleem. Echt. Dan heb je echt een groot probleem. Daarom is het belangrijk om de laatste 10 dagen niks anders te doen dan in de moskee te blijven. Zodat we die 10 dagen... meemaken. En voor de zusters, je kan naar de moskee of thuis, in je eigen gebedsplek, daar kan je ook je nacht doorbrengen in gebeden. En dan maak je ook inshallah ta'ala grote kans op dat je die nacht van Laylatul Qadr mee gaat maken. Bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. En ik ga afsluiten met over Koran nog. Geef aandacht aan de Koran zelf. Je kinderen, jullie kinderen, probeer je kind Koran aan te leren. Hoe mooi zal het zijn als jouw kind huisarts is en hafidh al-Koran? Hoe mooi zal het zijn als hij een timmerman is en hij is hafidh al-Koran? Hoe mooi zal het zijn, hij is ingenieur en hij is hafidh al-Koran? Hoe mooi zal het zijn, wat hij ook wordt en hij is hafidh al-Koran? Al-Karim, er is niks beters. Er is niks beters, ik kan daar zelfs een lezing over geven weer, maar de tijd, ja, hoe belangrijk het is om onze kinderen Koran aan te leren.
En dat kan. Dat kan. Begin met je kind vanaf zijn vierde jaar. Vijfde jaar. Koran aan te leren. Insha'Allah. Als er een goede methode is. Wordt gehanteerd. Na een paar jaar. Vier, vijf, misschien zes jaar. Is die hafid bij Inni Les. Op zijn dertiende. Op zijn twaalf, dertiende. Is hij of zij. Hafid. Al-Quran al-Karim. En dan kan hij naar voortgezet onderwijs. Kan hij zijn wereldse diploma's gaan behalen. En hij is hafid al-Quran. En hij of zij is iets anders. En de hafid al-Quran, degene die met Koran bezig is, leert of doseert, dat zijn de beste mensen, dat zijn de vrienden van Allah subhanahu wa ta'ala, dat zijn de familie van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals wordt gezegd, figuurlijk natuurlijk. En dat zijn de speciale mensen van Allah subhanahu wa ta'ala. De ouders, jij als ouder, als jouw kind hafid al-Quran wordt, jij krijgt een speciale plek, dag des oordeels. Zelfs de profeten gaan schrikken van, wauw, wie is dat? Hoe hebben ze die plek gekregen? Dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala tegen hen zeggen, dat hebben ze gekregen omdat hun kind hafid al-Quran is. De Koran heeft gememoriseerd. Dus doe je best ook om je kinderen te stimuleren, je kinderen te overtuigen om hafid al-Quran te worden insha'Allah ta'ala. En Ramadan is daar een hele mooie moment voor bi'idhni subhanahu wa ta'ala. En probeer ook natuurlijk Koran te praktiseren. Want daar draait het allemaal om uiteindelijk om datgene wat in de Koran uit te oefenen. En op die manier insha'Allah ta'ala zijn we goed bezig met de Koran. En Koran zal ons beschermen. Koran is onze bescherming. Koran is onze ziel. Koran is onze alles. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.